Kunst en de Negende Wereldoorlog. Oeps, zei ik negende. Ik bedoelde natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Wat weten we ervan? Wat denken we ervan te weten? En wat doet het ertoe? Je kunt het net zo goed op een brandstapel gooien. Want uiteindelijk het is hier in Nederland mooi barbecue weer. Dit is overigens een weet ik veel hoe dat heet. En het is gemaakt, ja, van en toen. Ja, want Walt Disney leefde toen nog. Ergens in de jaren 20 of 30. Maar dat terzijde, daar hadden we het vandaag niet over. We hebben het nou over kunst in de Eerste Wereldoorlog. Een of andere achterkant, nog een achterkant, nog een achterkant. Hier staat Kaline 230427 op, dat kan ik lezen. Hier staat een vage achternaam. Hier staat Vaspar 1000 pond. Het, dat moet aan of zo. 1915, dat ding is dus zeker al 100 jaar oud en is in ieder geval antiek. Hier staat ongeveer hetzelfde, maar dan net weer wat anders geschreven. A. Sombrelle, 1915, ook weer die 1000 pond. Britse ponden natuurlijk. En hier staat ook wat vaags op. Dan draai ik dat ding even om en hier zie je een rondje van een hond. Heel leuk, hier staat nog een naampje. Hier staat een duif op, dat is dat andere van 1915. Oh nee, sorry jongens, ik bedoel de Nederlandse manier 1915. Of zoiets. Dan draai ik die andere twee nog even om. Hier staat een paard op. Dat is de Kaline 230425. En hier staat een vogel op. Er was nog een vijfde. Ik meen ook met een vogel, maar een of ander stokoud vrouwtje dat de Eerste Wereldoorlog nog heeft meegemaakt. Ze was toen waarschijnlijk 100 en ik heb dat ding pakweg in 1998 gekocht, dus toen was ze ongeveer, nou laten we zeggen, 200 jaar en dat was ook met één vogel erop. Dus dat vrouwtje die het gekocht heeft is inderdaad stok oud en ze is waarschijnlijk echt dood.